Hallo Big Legion en welkom bij mijn nieuwe part van State of Decay. Daar loopt een zombie in de verte. En wij moeten deze cabin nog onderzoeken. Dus dat wordt leuk. We gaan sneaky via rechts dan. Er zitten hier veel zombies binnen volgens mij. Hello, ja, daar loopt een zombie. Damn, ik hoorde, oh god, daar is er ook nog een. Wat de fuck is die ene zombie aan het doen? Dus eens poepen, wat de fuck zijn jullie aan het doen, zombies? Oké, dan gaan we via de andere kant. Ook goed, game. Kutzooi. Oh, waarom echt zo domme Maya? Oké, okay, hallo zombies. Oh shit. Oké, okay, die is ook dood. Wacht, die kan nog zo dood? Nee. Oh, spijtig. Allee, we gaan zoeken dan. Hallo, mag ik zoeken? Waarom kan ik niet meer zoeken? Het zal wel. We gaan de laatste cabin onderzoeken. Dit is trouwens nog een gebied volgens mij met cabins. Dan moet ik zo even kijken. Hier, dit. Vraag me af wat de fuck dat is. Of dat ook kunnen onderzoeken of niet. Cabin fully searched. Dus dit hebben we nou ook al doorzocht. Dat is ook niks. Dus we hebben alles nu doorzocht. In principe nou kunnen we weer terug naar de ranger station. Wat ik nog niet wil, want ik wil eerst even hier kijken. Even kijken wat daar is. Of we überhaupt die cabins kunnen doorzoeken of niet. Dat zou fijn zijn op zich natuurlijk. Ah, dat zijn die dingen. Daar hebben we het toilet. Oh ja, als we nou de snacken, kijk, dan zie je al. Het zal wel. Het staat net niet helemaal goed in de bosjes volgens mij. Ik weet dus niet wat hier allemaal ligt. Ik kom er nou zo achter. We gaan gewoon sneaky voorbij zombies lopen. En voor mij heeft dit een beetje het DayZ en WarZ gevoel aan de ene kant. Of nou, Infestation, blablabla, Survivor Stories of zo, weet ik veel wat die game nou heet. Maar dan zonder de bandits en shit waar je rekening mee moet houden. Je moet puur rekening houden met de zombies. En dat is soms wel lastig genoeg. En maar als de zombies goed zijn, dan goed reageren op alles, dan is dat nog best wel lastig. Maar hier is dus niet wat te beleven. Dus we kunnen dus goed gewoon terug gaan naar de ranger station. Dus gaan we dat ook maar doen. We gaan terug naar de ranger station. En dan gaan we over de brug heen springen en dan ben ik benieuwd wat er nou allemaal gaat gebeuren. Ik wil namelijk mijn eigen settlement bouwen. Dat lijkt me echt vet. Dat lijkt me echt leuk. Alles barricaderen, wegen afzetten en dan daar een moestuintje starten. Of nou ja, bouwen zeg maar. Daar een medical tent en zulke dingen. Dat lijkt me echt heel vet. Dat lijkt me echt heel leuk om te doen. Daar loopt één zombie volgens mij. Dat is het enigste. En ik weet al één ding hier. En ik ga zo laten zien dat dat nog een bug is ook. Langzaam. Mount Tanner Forest Preserve. En volgens mij de achievements werken ook nog niet. Want dit is een Mount Tanner Ranger Station. En dat werkt nog niet. Maar als je goed kijk, of nou toch niet. Maar vanaf deze kant niet. Dat is een pad. De vorige keer namelijk kwam ik vanaf de andere kant. Misschien dat het daar wel is. Toen kwam ik vanaf de andere kant aangelopen. En toen zag je gewoon nog een dude staan door de deur heen. En vervolgens namelijk als we hier binnenkomen, iedereen is dood. Iedereen in de ranger station is dood. Alleen de vorige keer dat ik binnenkwam,
toen stond iedereen er nog. En toen ik binnenkwam was iedereen dood, zeg maar. Toen ik voor de deur stond was iedereen er. Maar oké. Misschien wel, ja. Maar misschien ook niet. Ga jij maar kijken, Ed. Of er nog iemand leeft. Doe je best. Kijk dat maar eens even. Hij denkt gelijk geld jatten. Oh, die jongen is er geweest, sowieso. Ik zal hem helpen. Sterf, zombie. Sowieso, jij bent geomnomd, jongen. Jij wordt een zombie. Ik zweer to God, dat guy, he was dead. How the hell does that happen? I don't know, man. Doesn't make sense. Zombies, kijk, dat is wel heel veel mensen last van. Nou, what the fuck heeft hij van gloei shit om me heen, trouwens. Beetje raar. Maar dat is wel heel veel mensen dus ook probleem mee hadden. Het zijn overfucking duidelijk zombies. Ze leven niet in het jaar 60 of zo voor Christus dat nog niet nooit iemand van zombies had gehoord. Tegenwoordig kent iedereen wel wat een zombie is. Of weet iedereen wel en kent iedereen wel een zombie. Als je hem ziet, zeg maar. Niet dat de zombie... Nou, oké, je snapt wel wat ik bedoel. Ik zal het niet moeilijker maken dan wat het is. Ik zal me niet vastlullen. Wat ik eigenlijk al heb gedaan. Maar dus daar was veel commentaar op dat ze zich dom houden in het begin. Op den duur weten ze wel dat het zombies zijn hoor, daar niet van, maar. What the fuck is daar rechts? Dat is de auto toch? Oh ja, dat is de auto. Oké. Wat maakt het uit? Dat klopt. You robbed a dead guy and you expect his friends to help us out. Ja. But who says they're his friends? I mean maybe they didn't even really like the guy. Dad? Quiet truck keys and radio. Uh-oh. Oh shit. Oh shit. Hello? Can you hear me? Listen, we're stuck up here on Mount Tanner. My friend needs medical attention. Can you help us? Where's my dad? Spencer's Mill? Some of us are holed up at the church. Alright, dan gaan we naar de church. Dicey, we'll let you in. The church in Spencer's Mill. We're on our way. We'll try not to look too dicey. Ik dacht dat elke zombie daar binnen dood was eigenlijk, maar oké. Psst, hey. Ah, daar zitten we dan weer in de truck. Dit hebben jullie gezien bij de GTA 5 mededeling video van een poosje terug al. Voor jullie dan toch al, voor mij niet. We weten wat we moeten doen. Dat is niet tegen een paal aanrijden. Ik weet dat ik zo over de dingen heen moet springen, dus dat ga ik ook doen. Met een dikke aanloop komt het helemaal goed. We kunnen die zo mee. Als je de deur, normaal zou je ook een achievement krijgen, maar dat krijg ik nou dus ook niet. Helaas. Vrouw achter het stuur, bloed aan de muur! Oké, dat werkte. Yay. We hebben het overleefd. Mooi. Survivors at the church. Bloed aan de voorpumpen, motorkap trouwens. Niet aan de muur in dit geval. Hier is een auto gecrashed. Ja. Zo de vanger gevlogen. Ik hoor die auto, net zoals in de mediale studio. Ah ja. That didn't last too long. People figured it out pretty quick. People who die, they don't stay dead. Oh, ik heb geen burn-outs doen ofzo. Come back is one of those things. Aha, was een zombie. Seems like the only way to stop them for good is with a shot to the head. Anything else, they just keep coming. Shot to the head, gaan we dat doen. Zombies? Yay, zombies, goed zo. Dat duurde al lang. Maybe it's radiation. Bam! Hatchet power. Zij heeft toch een badass hatchet. Maya is best wel badass ook om mee te spelen, moet ik zeggen. Oeh, damn, wat was dat dan? Over zijn rug lopen voor een dikke aanloop en dan vol erop stampen. Damn, Maya. Zieke shit. Wacht even, zombie. Kom eens hier. Dat was fucking ziek.
Oh, ik ga even dingen rondzoeken. Alle zombies zijn toch al dood, dus. Een jerrycan. Resource bundles. While searching, you will occasionally find a bundle of resources that can be brought back to your home and added to your community stockpile. Press A to load it up and take it to yourself. Or press to radio in scavengers to take it for you. Alternatively, you can break to open. Blijf hem af. Als het goed is, kunnen we deze nog weer checken, ja. Dus wat we kunnen doen is hier shit alvast zoeken. En zoals we bij de church zijn geweest, en dit is ook zo'n resource ding. Die kan ik niks mee doen op dit moment. Ik kan hem wel openbreken, maar ik heb geen storage space meer. Dus als we die zombie ook nog even killen. Op die manier. Dan kan ik dus, als we de church er zijn, zeg maar, in onze eigen community hebben, kan ik hier mensen naartoe sturen. Moet ik gewoon even naartoe rijden. Zeg van, hey, haal deze shit even op. En dan halen ze het op. Simpel zat. Bracket. Kun je deze dingen stacken? Blijkt me niet. Kunnen er maar drie op een ding. Waarom staan er zoveel witte stipjes buiten? Oh. Run! Kunnen we hier ook tanken? Dat weet ik niet eens, zou me benieuwen. Aha, laten we gaan. Run, blijf van mijn auto af. Ga van mijn auto af. Hé, hey, ja, ga van de deur af. Is iedereen mee? Nee. Ze staat nog niet. Wow, what the fuck is dat dan? What the fuck? What the fuck game? Dat is buggy. Damn, hoe ziet dat van de andere kant uit? Van de andere kant is er niks aan de hand. What the hell? Waar de fuck is dat? Oké. Okay. Mooi. Er zit geen vering in de auto. Niks. Oh, dat is echt lelijk. Nou, maakt het niet uit. Het is een buggy game. Dat is logisch. Het is een port. Vanaf een console waar nog niks aan geoptimaliseerd is, dus het is niet zo raar. We hebben een toeter en we hebben lampjes, dus ik ben al blij. En daar is een cabin. Laten we eerst maar naar de church gaan, denk ik. Waar is dat ding? Daar helemaal! Damn, dat is een eindrij, oké. Okay. Laten we eerst hier maar even kijken wat hier überhaupt ligt, denk ik. Nu we er toch zijn. Uh-oh. Komt helemaal goed. Tuut tuut. Je ziet ook als een minimap trouwens. Als je dit doet, dat blauwe is je geluidsradius, zeg maar, waar je geluid maakt. Kijk, als ik dit doe, dan maak ik veel meer geluid in de hele buurt. Dus dat is wel vet, dat je dat zo goed kunt zien, zeg maar, waar... hoeveel geluid je maakt. Zoals als ik nou ga rennen, kijk dan wordt het blauwe ding ook groter. Dat is wel vet, dat is wel handig. Z-free. Nothing left, alles is hier. Dus we zijn hierheen gereden met heel veel zombies voor niks. Oh, maar er staat wel een nieuwe blauwe auto hier. En ik kan hier niet tussendoor lopen. We hebben een flashlight trouwens. Uh-oh. In de auto, in de auto, in de auto. Stap in de auto, stap in de auto. Tuut, tuut, tuut. Ga aan de kant. Oké, okay, stap in. Die zombies staan allemaal voor die boom staan te wachten. Sherry can now, I know, maar ik kan niks meenemen. Kun je dingen in de auto stoppen? Wacht, dat ben ik erg benieuwd naar. Ga weg, zombie. Oh, mijn fucking driving skills, hè, zijn echt zo pro. In deze game. Tutut. Ik ben benieuwd of we bij de kofferbak kunnen. Als we bij de kofferbak staan. Kunnen we dan dingen meenemen? Nee. Dat vind ik wel jammer. Normaal zou je toch ook dingen in je auto moeten kunnen proppen om snel mee te nemen. Zoals die jerrycan bijvoorbeeld. Marcus, stap in. Dank u. Blijf van de auto af. Dan gaan we naar de church toe. Tutut. Zo mis. Moet niet al te veel aanrijden trouwens. Dat wordt er niet beter op. Dan gaat je auto van kapot. Dat kan. Heel makkelijk. Daar is een watertje. Dus we moeten de game van ons laden. How'd you end up on this frequency? Lucky, I guess. It was pretty chaotic up at the lake. You're not gonna tell her? I don't know yet.
Dude, it's her dad. You want to confess? Politieauto. Stole his radio. Kan ik in de politieauto? Yeah, okay, maybe we leave that part out. Doe dit. Ah. Ik wou de sirene aandoen, maar dat kan dus niet. Waarom kunnen we de sirene weer niet aandoen? Wat is dat nog voor onzin? Waarom kan de sirene niet aan, game? Oh, spotauto. Muscle car eigenlijk. Wow, dit ding is ook. Damn, dat vliegt ver. Wow! What the fuck is dat? What the hell was dat dan? Dat was ziek. Ja. Klaar, we zijn er bij de church. Lily. Onze sediment. No. Ah, ja dus. That one doesn't look so good. Name's Ed. That one doesn't look so good. Come with me, son. We'll see to those. God damn it! We got enough trouble without breaking. Nee, de gast is er niet zo blij mee. Real nice, Alan. I offered them shelter. I'm letting them in. Us freeloaders have to stick together. Girl's got the common sense God gave a tree stump. You're worse than your brother. Come on. I'll give you the nickel tour. Okay, the nickel tour. Yay! 500 influence for the day on the community fan social network. The voice on the radio. An easy truce. Okay. We zullen met haar meelopen. You have a new home! Yay! We hebben nu... een watchtower, what the fuck? Ah, dat zijn de dingen die available zijn. Damn. Ze hebben hier wel veel. Ik zeg, okay, deurtje open. Okay. Jij hebt ook al zo'n rare gloed om je lichaam heen. Oké, dat is de radio. Wat een mooi kerkje, moet ik zeggen. Mooi lekker leeg. Sam's our unofficial in-house chef, but well, there's only so much anybody can do with canned soup and pork rinds. Nou, inderdaad, canned soup is wel lekker trouwens. All the food stays in here and it stays sealed. Alright. You wouldn't believe how fast rats get into things otherwise. We learned that one the hard way. Oh, dat is minder lekker. Ech. Ik wil het niet weten. Uiteindelijk zullen we toch rat moeten gaan eten trouwens, maar. Sleeping quarters? Hope you don't mind sharing. We're pretty tight on space here. Geen probleem. Ik jat wel ergens een bed bij een of andere beddenzaak in de stad. How many people do you have here? 8. I think you've met just about everybody, except maybe my brother and my dad. They're out scouting for supplies, I think. I haven't heard from them in a while. Die zijn dood. Oeps, verkeerd. Oeps. Dit wou ik doen. Ik zocht die. Ik zocht Cheer. Ik deed per ongeluk het verkeerde knopje. Do not forget to entertain strangers. For by so doing, some have unwittingly entertained. Ah, oh, de pastoor die. Niet dus. I didn't want to say this in front of your friend, but fever is a bad sign, especially after a bite. I was going to try and get Doc Hansen to come down and take a look at him, but if he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to that, I promise Alan will take care of him. Bullet to the brain before he turns. Yeah, bullet to the brain, sowieso. Jesus, Lily, he's not a rabid dog. Don't you get it? More of us didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. What the fuck was dat voor actie trouwens? Jesus, Lily, ze kent haar nog maar net ook. You can't be sick. You understand? Ja. No one can be sick. Nope. So that's it, huh? Nice to meet ya. Would you prefer to be shot in the face or kicked out on your asses? No, it's... Okay, look. We're barely hanging on here as it is. Mm-hmm. Some of the first stuff to run out. We don't have any to spare for your friend. Ja, dan gaan we dat halen, hè. It's just the way it is. Just the way it is. Will that pay our rent? Yeah. Okay, sure. If you can find a place to get more medicine, I'll make sure your friend has a place to stay. Alright, gaan we dat doen. His name is Ed. I know. If you need to resupply before you head out, check the locker. Wat gaan we doen? Minds for getting shit done and you need extra stuff. Just don't take shit you haven't earned. Wat staat daar? Oh, Big Dick? What the fuck heb jij op je shirt staan? I love Big Dick. Wat staat daar? Hey, kom hier. There's a cell tower behind the swine and bovine. Ah, ja. There you should be able to get a good look at.
you'll spot some place to find medicine. Thank you. Soort kogels. Ah, die moet ik serieus kopen met influence. You serious? Molotov, café, homemade suppressor. Cut down gunshot noise. These construction this one should last 30 shots, give it or take. Serieus, en daarna is hij kapot. Ja, maar sowieso een nieuwe backpack hebben. Waar de fuck is Marcus eigenlijk? Ik kan ook dingen verkopen blijkbaar, zoals een rifle. Dit zijn onze rifle kogels, dat is belangrijk. Medicine. Waarom kunnen die dingen niet stokken? Wat is dat voor onzin? Waar is Marcus? Marcus. Allright, dit is ons nieuwe ding, dus Alan Gunderson. Shotgun. Waar de fuck? Switch 2, Marcus. Ah, Marcus staat hier bovenop. Dat is wel chill, je kunt wel snel switchen tussen characters dan. Dat is wel nice. Want wat ik nou dus kan... Oh. Oeps. It's reckless is all I'm saying. Runs in the family. Jacob and Thomas are both AWOL. This isn't the first time. Sorry. Okay. Nou, als het goed is, zou hier een backpack moeten staan, inderdaad. Even kijken, flares. Denk iedereen mag gebruiken. Pistol ben ik niet meer nodig. Tree branch, fuck dat ding. Hij kan wat met in store, what the fuck. We hebben die pistol dus, heeft hij, dat is goed. En hij is als het goed is ook al wat uitgerust, denk ik. 90 om 115 en Maya is 90 om 100. No nonsense, born leader, eagle eyed, soldier, loved hiking, natural athlete, cardio is beter, wits, fighting, shooting, leadership, cardio. Oké, ik switch gewoon weer naar Maya toe. Op zich vind ik haar wel chill mee te spelen. Alleen mag zij even een grotere backpack gaan ophalen. En die hebben ze net gestoord. Oh, sorry. Blijft leuk. Dus kunnen we deze meenemen. Oh, for fuck's sake. Waarom kun jij dit niet meenemen? Zo. De quip. En dan donderen we die daar neer. De machete is wel handig. Abused rusty cookery. Oké. Ik snap niet waarom we deze dingen niet kunnen. Maar wat is dat voor onzin? Waarom kunnen wij die dingen niet... daarbij gooien? Maar oké, we gaan even naar supply locker, donderen we die daarheen. De medicine is goed zo, de hatchet is prima, die gaat ook nog wel lang mee, denk ik. Ja, sowieso. Allee, dus we hebben kogels, we hebben wat eten bij ons met. That's it, en een grotere dinges. Op zich de flares. Kan wel handig zijn om zombies af te leiden, dus nemen we dat ook maar mee. En dan gaan we nou on the run. Oh. Maar ik ga gelijk weer ben een kabaal. Daar is een infestation met screamers. Oké, dat is al ziek. Daar is ook een infestation met screamers. En daar is lay of the land. Look for a place to find medicine. En ik weet niet meer waar zij nou zei dat die toren was eigenlijk. Niet echt op gelet meer. Toch een map legend. Oh zo. Cycle missions. Right stick. Ah, door te klikken. Oké. Daar komen we vandaan. Dus op zich valt het wel mee eigenlijk die map. Zo heel groot is die dan nog weer niet. Laten we eens kijken wat dat is. Als dat die toren is. Ja of nee. Of zou dat deze zijn? Dat kan ook. Ik denk niet dat ze dit bedoelen. What the hell are they thinking? I don't know. Shit. At this rate I'd settle for a slingshot. Better luck finding ammo for it at least. Fuck, how you been? Won't. Staat ik te... Zijn we verkeerde computer? Won't. Bye. Hey. Later. Later. Home status, morale. Population is 8. Ik had het al goed, 8. Dit is wel vet. Even kijken, wat gaan we doen? Dit is een workbench. Hier kunnen we overheen helemaal. Het is wel belangrijk om een escape route te hebben. We gaan in the middle of the night. Gaan wij... de zombies aan. Oh ja, maar zo heb ik al een keer dat gezegd. In de nacht. Volgens mij in de vorige part. Alleen heb ik dat niet helemaal afgemaakt.
In de nacht zijn zombies agressiever dan overdag. In de nacht hebben ze ook rood gloeiende ogen. En overdag hebben ze gele ogen die gewoon, nou ja, vriendelijk zijn. Maar dan zijn ze langzamer, et cetera. En s'nachts hebben ze het rode oog volgens mij. Of in het donker in ieder geval. Dus als je in een donkere ruimte bent ook, hebben ze allemaal rode ogen. Dan zijn ze een stuk agressiever en dan ga je ook een stuk sneller dood. Ik hoor veel te veel daar, maar het is ook sowieso niet wat ik zou. Daar hebben we de watchtower. De watertower, watchtower. Watertower. Die daar. You're hidden. Kom hier, ga eens dood. Ben je dood? Oh ja, hij is dood. Zit hij binnen nog veel meer, ja. Kom hier, ga dood. Volgens mij is het een heel slecht plan wat ik nou aan het doen ben. Better do one more sweep. Make sure everything's clear. Vier man? You serious? Oké, deurtje dicht. Daar hebben we weinig zin in. Ah, er zit ook nog light up at hack. Oké, okay. Kan ik hierin hiden? Is dit hidey hidey hole? Lijkt erop van wel toch? Als ik me hier niet in kan hiden, dan weet ik het ook niet meer. I've been thinking about a lot of stuff lately. And something occurred to me. We don't know squat. Wait, what? I mean when it comes to long-term survival. Ah. Like I've got my dad's old notebooks, and I'm sure some people here have at least worked on a farm. But if we had reference material, we could do a whole lot more. Yeah? Well, since we don't have the internet anymore, I'm thinking we should start assembling a... Oh yeah, the internet is weg, that's good. Books on gardening, electrical engineering, carpentry. And oh yeah, zoek ik dat ook op. Boeken. We gotta start somewhere, right? Ja, dat is een goed plan. Het enige wat me een beetje ongepaard is dat. What the fuck is dat? Met een dikke beak en dat ze dingen zien. Is dat een zombie hoort of zo? Wat is dat? The fuck? Ik wil het niet weten. Maar we gaan surveyen en eigenlijk in de volgende part. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik zie jullie in de volgende part weer. Laters.